We gaan vandaag alle projecten bekijken die de leerlingen hebben gemaakt in de afgelopen week, gebaseerd op ons werk. Leerlingen hebben als opdracht meegekregen om materiaalonderzoek te doen en vanuit het materiaal patronen te gaan maken. En dan voornamelijk aan de hand van tegels. En dat die tegels samen dan een werk zouden worden. Dus dat gaan we bekijken. Ja, dat is een heel vrolijk ding. Hier vind ik het mooi dat er hoogteverschil in zit. Daardoor zou het ook bijna een soort stadsplan eigenlijk kunnen worden of iets meer richting architectuur. Als je de keuze van je materiaal houdt binnen de groep glimmende zilveren dingen, dan zie je dat zoiets echt een eenheid wordt. Goed naar het materiaal geluisterd. En het materiaal nodigt zich ook goed uit om dus gestrikt te worden. En je ziet inderdaad ook weer die dubbele symmetrie erin terugkomen. En dat is heel goed. Dus het is eigenlijk heel veel wit. Met een aantal accenten in verschillende kleuren. Maar dat maakt hem juist eigenlijk wel heel interessant om naar te kijken. Hier hebben ze echt geëxperimenteerd met materiaal. Dat waardeer ik heel erg aan dit. Wat daar eigenlijk jammer aan is, is eigenlijk dat het betekent gelijk iets. Je ziet dat en je denkt gelijk, dit is een werk dat gaat over Nederland. Dat is niet de manier waarop wij werken. Juist door het abstract houden, doordat het niks betekent, ja, ga je heel veel de aandacht leggen op kleur en op materiaalgebruik. Ik zie hier dus een werkje van pasta, waar ik heel tevreden over ben. Ja, ik vind deze twee heel leuk. Eigenlijk worden die speldenknopjes gewoon ronde pixeltjes. Ja, heel mooi ding. Het is dus allemaal vastgespeld op een ondergrond van piepschuim. Is dat het grote voordeel tijdens het maken geweest zou kunnen zijn dat ze tot het laatste moment veranderingen konden doorvoeren. Wat ik hier heel mooi vind is dat doordat het hele interieur eigenlijk bekleed is met hout, gaan de werken heel goed samen met de plek. Ik vind deze heel netjes vind ik die geworden. Hij is heel mooi afgewerkt en het sluit allemaal heel goed aan. En volgens mij hebben ze hier ook in losse tegels gewerkt. Het is eigenlijk echt een bonte mix van allerlei materialen. Ik zie sponsjes, die vallen vrij snel op. En ja, dit zijn een soort voezels voor op cadeautjes. Heel mooi gevonden ook, vind ik. Mijn naam is Wim Sikkink. Ik heb hier bij Berghoss gewerkt. Mijn functie bij Berghoss, dat was art-director. Iemand die zich bezighield met het ontwerp op zich. Ik was verrast door de huistuin- en keukenspullen, want de sponsjes die vond ik leuk. De lepeltjes die je dagelijks gebruikt. Bij Berghoss was het altijd zo, je zat altijd met dat garen, terwijl je zelf toch wel eens het idee had om ook met andere materialen te gaan werken. Kleurgebruik vind ik heel goed, vooral ook omdat ze en kleurvlakken hebben gemaakt, maar ook kleuren zijn gaan mengen. En er zit een hele mooie beweging in, doordat er ook heel goed is gekeken naar de vorm van rietjes. Ja, het is echt een topstuk. Ja, ik vind eigenlijk met name de twee buitenste werken heel interessant, omdat er is gebruik gemaakt van, ik denk alleen maar lucifers. Maar toch zie je heel duidelijk een patroon.
dit is nou echt ook weer een goed voorbeeld van een leuke presentatie in zijn totaliteit. Kijk, ik zit er eigenlijk middenin. Hier hangt een werk. Ook een heel mooi werk. En zeker zo in combinatie. Ja. Heel leuk. En dat je als je naar boven loopt, het dus ook nog eens van bovenaf kan kijken. Nou, het valt me sowieso op dat het een heel mooi geheel is. Het is heel mooi gepresenteerd. Ik vind de veertjes nou echt een heel goed voorbeeld van hoe je echt een ander materiaal, wat er anders uitziet, maar wat ook een ander gevoel heeft, letterlijk en figuurlijk, hoe dat ook een ander werk voort kan brengen. Ik heb in ieder geval heel veel verschillende materialen gezien. Volgens mij hebben ze heel veel materialen ontdekt. En volgens mij is daar ook wel goed mee geëxperimenteerd. Ja, natuurlijk vielen er een aantal extra op, maar over het algemeen was het gewoon heel verrassend om op al die verschillende locaties die werken te zien. En vaak ook samen een mooi geheel maken.